Er zijn wat vragen over hoe je de fruitemulaties fullscreen krijgt en op zijn zijkant. Nou, allereerste stap is de monitor op zijn zijkant gooien. En de tweede stap is in Windows zelf, rechtermuisknop, beeldscherminstellingen. En dan moet je hem zetten op staand gespiegeld of staand gewoon. Dus niet liggend, maar staand. En wat er dan gebeurt is, dan is het image van Windows veranderd in de horizontale naar de verticale setup. Dat is de tweede stap. De derde stap, open MFME. Pak één machine, en dan maakt het even niet uit welke. En op het moment dat je die geladen hebt, dan ga je naar de bovenhoek Windows of Window en dan druk je op Set Cropped Region. Dan sleep je met je linkermuisknop de ruimte die je uiteindelijk fullscreen in je beeld wil hebben. En dan moet je in gedachten houden dat dat witte gedeelte ongeveer je schermmaat wordt. Op het moment dat je dat gedaan hebt, druk je op Yes. Dan ga je terug naar Window en dan druk je op Borderless, want ik wil hem zonder de randjes zien. Fullscreen Max Stretch en dan is die inderdaad gewoon volledig schermvullend. En bij de ene grokkast wordt dat heel netjes, zoals deze die heeft ongeveer de lengte en de breedte van het origineel. En bij een andere gokkast wordt het wat meer geknepen en de rollen wat meer. Maar dat moet je dus zelf gewoon even bekijken hoe groot je hem uitsnijdt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan heb je dus gewoon een volledige gokkast. In het hoofdmenu van de emulator. Ik druk nu op Escape. En twee keer Escape is dat hij helemaal verdwijnt. Maar in het hoofdmenu van de emulator kun je dus ook instellen dat hij altijd op die manier opstart. Als je er eentje opent, dat hij altijd de ruimte neemt van die crop. En dat zit hier. Even kijken hoor, hier zo. Altijd fullscreen max stretch. Als je die aanzet, dan start hij hem altijd helemaal fullscreen op. En dat is handig als je zelf een kabinet aan het bouwen bent natuurlijk. En dan zou ik exit on escape, die zou ik ook aanzetten. Op het moment dat je dan Escape drukt, dan gaat hij helemaal terug naar het hoofdmenu en sluit hij de software ook af. En dan voorkom je dat je dus niet eruit kan als je een complete frontend hebt lopen. Frontend is niks meer als software die ervoor zorgt dat je de verschillende kasten kan aanzetten. Nou, daar is hij al. Nou, zoals je ziet start hij hem helemaal cropped full screen op. En lijkt het aardig op een echte kast.